Dennis Heijn, ruim 17 jaar manager geweest bij Heineken, inmiddels wel 10 jaar geleden. Ja. Internationaler wordt het natuurlijk niet, hè? Klopt. Hoe was dat? Ja, dat was top. Super. Ja? Ja, dat is de reden waarom ik naar Heineken wou. Ik wilde consumer goods en ik wilde internationaal. Nou, 17 jaar later heb ik alle tijdzones in de wereld mogen afvinken. Dus dat is echt, dat had ik nooit willen missen. En wat is daar dan zo spannend aan? Of mooi? Ja, ergens anders wonen is iets anders dan ergens naartoe reizen voor 1 of 2 weken. En die andere cultuur, de taal leren spreken. Dat je op een gegeven moment je daar thuis voelt. Dat je kan praten met die mensen in hun eigen taal. Ja, dat vind ik echt fantastisch. En dat je gewoon weet hoe de weg is aan de andere kant van de wereld. Dat je ergens landt en dat je niks herkent. En je weet, over een jaar haal ik mensen op van het vliegveld. En dan weet ik hoe je hier moet rijden. Ja, dat is een machtig gevoel. Ja, superleuk. En wat deed je met name in het buitenland? Nou, dat verschilde enorm. Ik begon als onderknuppeltje op de marketingafdeling in Italië. En ik moest toen sales in Argentinië. En mijn laatste functie was commercieel directeur in Italië. Ja. Kan je iets zeggen over echt de hoogtepunten die jij hebt meegemaakt van het internationaal ondernemen? Nou, de hoogtepunten waren wel mijn laatste twee functies, zowel in Hongkong. Waar ik, toen ik aankwam, werkte 8 man en alles werd gedaan door een partner Guinness. En toen ik wegging, waren we 80 man, deden we alles zelf. Dat was een hele mooie reis. Heel erg een mooi team gebouwd. En in Italië, dat was echt heel erg groot. En daar hebben we ook heel veel dingen omgegooid. En dat was ook gaf heel veel voldoening. Ja. En wat heb je als ondernemer nodig om internationaal te kunnen gaan? Ja, ik zou bij Heineken werken dan niet echt enorm echt ondernemen. Alhoewel je in het buitenland natuurlijk wel meer onderneemt, maar het is natuurlijk wel een hele grote multinational. Ja, dus het is goed geregeld? Meestal wel. Ja. Toen ik in Israël ging was ik de eerste en toen was het wel ook. En die exportafdeling vroeger, dat was wel ondernemen. Dat waren soms wel echt mensen letterlijk die met 2 kartonnetjes bier het vliegtuig instapten. Dus dat was wel het meest ondernemende onderdeel van Heineken. Dat was heel spannend. Maar ja, wat belangrijk is, de taal. Okay. Bijvoorbeeld is al iets heel, heel bizars. Als je daar niet geïnteresseerd bent, alhoewel in Hongkong dat dan wel tegenviel, maar de cultuur, de taal, je moet ook wel geïnteresseerd zijn in de mensen en ze begrijpen. Ja. Dat is echt wel les 1. En als je kijkt naar zo'n grote onderneming als Heineken, hoe gaan zij om met bijvoorbeeld het verschil in logistiek in het buitenland? Dingen die heel anders daar gaan. Ja. Ja, als je het echt over logistiek, het sturen van bier, nou, daar zijn hele afdelingen. Helemaal gespecialiseerd. Ik bedoel, bier is bijvoorbeeld een product dat kan bederven. Dus dat moet je wel plannen. Kleren kan je, als het dan een maandje langer ligt, dan maakt het niet uit. Nee. Maar, en bier duurt ook een tijd voordat je het maakt. Dus dat zijn echt enorme afdelingen die moeten zeggen, wanneer is het bier klaar voor Hongkong, zeg maar. En nou, 22 dagen op de boot, dan komt het aan. Maar dan moet het wel binnen 12 maanden verkocht worden, want anders kunnen we het niet meer verkopen. Dus dat moet je gewoon echt niet onderschatten? Nee, dat is echt extreem complex. Ja. Dus en stel, ik ben ondernemer en ik heb het idee van, nou, ik ga kleding laten maken, bijvoorbeeld in Indonesië. Ja. Wat zijn dan dingen waar ik aan moet denken? Nou, ik zou er eerst wel heen gaan. Ja? En, doen mensen dat niet? Gaan ze er niet meteen Nou, dat weet heen? Ik niet. Ik denk niet dat het bestaat. Misschien dat mensen zeggen van, ja, ik ken iemand en die regelt wel wat voor me. Maar om de lokale omstandigheden te kennen, mensen in hun ogen gekeken hebben en een handje schudden, dat voorkomt al veel kwaad hoor. Ja. En dan duidelijke afspraak maken. Kijk, het gaat altijd fout. Het gaat altijd niet zoals je gepland hebt. Maar als je dat van tevoren weet, maar je stuurt er strak op aan, dan gaat het natuurlijk steeds beter. Maar ga erheen en maak duidelijke afspraken. Kijken waar het schip strandt. En voor jou is Heineken een mooie, maar lange periode. Ja. Inmiddels zijn we 10 jaar verder. Klopt. Wat heb je gedaan? Nou ja, na 7,5 jaar Heineken, waar ik inderdaad fantastisch. Het was wel altijd Heineken, maar het was wel al die verschillende landen. Dus ik heb daar wel heel veel verschillende ervaringen op gedaan. Dacht ik wel van, ga ik dit nog 17,5 jaar doen? Mm-hmm. Daar is niks op tegen, maar dat wou ik zeker weten. Dus heb ik tot grote verrassing van velen ontslag genomen. En heb ik toen een sabbatical gehad, heb ik 1,5 jaar lang nog meer toch gereisd, omdat dat niet echt de bedoeling was. Veel gelezen, veel cursus gedaan. En toen ben ik gaan werken voor een nieuw mediabedrijfje. We hingen een scherm op in de horeca. Narrowcasting heette die tak van sport. Niet heel erg winstgevend, maar dat was wel. KPN was daar groot aandeelhouder, maar het was wel een heel spannend avontuur. En de laatste 5 jaar ben ik bezig met van allerlei innovatieve producten. En ik heb een boek geschreven.
Je hebt inderdaad een boek geschreven. Je kan alleen bomen ontwijken als je vaart hebt. Vaart hebt. Leg die titel eens uit. Nou, die komt uit het skiën. Ja. Ben ik gek op. Ja, dat is heel leuk. Of snowboarden, maakt niet uit. Maar als je door de bomen wil gaan skiën, dan is het wel belangrijk dat je kan skiën. Als je dat nog nooit gedaan hebt, begin dan niet door een bos te gaan, want dat is gewoon heel moeilijk. Begin wel met skiën, maar begin niet meteen met door een bos te gaan. Nee, wees wel voorbereid. Precies. Je moet wel kunnen skiën, je moet wel fit zijn, je moet wel... maar op een gegeven moment, je ziet die bomen, je weet niet precies wat er achter die eerste boom ligt. Maar de hele boom bos in kaart brengen gaat toch niet lukken. Ga dan gewoon naar beneden, vertrouw erop wat je kan. En als je vaart houdt, dan kan je die boom makkelijk ontwijken. En dan zie je weer een nieuwe situatie. Maar omdat je getraind bent, kan je die volgende ook ontwijken, et cetera. Dan ben je niet alleen veel sneller beneden. Je hebt ook wel veel meer lol tijdens de rit. Je hebt er een beetje grip op. Ja, je hebt er een beetje grip op. Maar je weet niet precies wat er gaat komen. Nee. Maar dat weet je toch nooit. Het is een mooie metafoor voor bedrijfsleven, voor innovatie, maar ook voor het leven zelf. Bovenaan die berg blijven staan is geen optie. Is dat voor jou niet? Nou ja, ik hoop dus ik hoop dus mensen een zetje te geven van... Ga naar beneden, ga voorbereid. Ja, denk erover na en dan op een gegeven moment gaan. En is dit heel verschillend voor internationaal ondernemen en voor gewoon ondernemen? Nee. Dat maakt niet uit. Nee. Nou, internationaal is wat enger waarschijnlijk. Als je dat niet weet, dan is het allemaal wat onbekender. Dan sta je in een boegelpiste. Dan zal je zal wat eerder in het diepe moeten springen. Dat je denkt van, alles weten, alles leren lukt toch nooit. Lees wel wat over het land, lees wel wat over, zijn daar concurrenten? Wat zijn er voor een producten in mijn field of business? En als je dat een beetje in kaart gebracht hebt, wat kan ik dan toevoegen? En ga dan maar naar beneden. En kijk, we hebben het nu vaak over in het buitenland werken, maar er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden. Exporteren naar het buitenland, kennis halen uit het buitenland. In hoeverre is Nederland interessant? Nou, Nederland is natuurlijk een rijk land. Ja. Dus ik denk voor heel veel nieuwe producten of iets proberen. Het is klein. Dus en dat gebeurt ook. Hè? Bijvoorbeeld internet en glasvezel, wij lopen daar voorop. Ja. En dus dat is wel een heel interessante markt om dingen te testen. En we staan open en... Dus ik denk dat van dat soort producten een hele interessante markt is. En wat zijn voor jou nog dromen? Tussen nu en een jaar of twee jaar, drie jaar? Nou, wat ik zelf heel erg voel, ik ben heel blij dat ik het boek geschreven heb. Ik heb al mijn inzicht daarin verwerkt. Maar aan de zijlijn blijven staan en slimme dingen roepen, daar heb ik helemaal geen zin in. Dus ik wil het ook echt gaan toepassen. Want daar blijkt ook uit of het waar is wat ik geschreven heb. Dat vind ik zelf wel belangrijk. Heb je al bewijzen dat het waar is wat je geschreven hebt? Nou ja, ik zit wel... Oké, mijn veld. Ik ben met nieuwe dingen bezig, maar dat het echt nog een heel groot succes, dat moet nog gaan gebeuren. Ja. Maar het is ook wel volhouden natuurlijk. Hè? Dat is eigenlijk altijd zo. Dat is altijd zo, ja. Maar je merkt aan je omgeving, dat als je bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld een bepaalde productinnovatie, dan ben je 2 jaar verder en is nog niet, ziet mensen in de markt van, god, ben je er nog steeds mee bezig, weet je wel. Terwijl iedereen die je spreekt, die in innovatie zit, die hebben maar 1 advies en dat is blijf op die deur kloppen, blijf op die deur kloppen, ga door en op een gegeven moment... Het duurt gewoon lang. Ja. Maar is dat misschien ook iets wat je kan meegeven als tip, zeg maar, aan de ondernemer van hou gewoon vol? Ja. Ja, er is wel... kijk, bijvoorbeeld, ik ben een keer als aandeelhouder, maar wel, veel met ook ben ik failliet gegaan. Daar zeg ik wel achteraf, ik had eerder moeten stoppen. Weet je, dus dat is het probleem, ook met het boek... Dus het leven is niet samen te vatten in 3 lessen of in 5 stappen tot. Dus zeggen, hou vol. Sommigen is dat geen goed advies. Nee. Het is van, hey, cut your losses, stop nu maar. Het gaat er niet worden. Dus wees heel realistisch en eerlijk naar jezelf. Ja, nou, dat sowieso. Ja. Dat in elk scenario, hè, van je kan geen beslissingen nemen. Groot bedrijf, ondernemer, klein bedrijf. Als je niet de waarheid onder ogen ziet. Mm-hmm. En dan kan, als je dat goed beseft, dan kan je besluiten, oké, we weten dit. Het gaat even slecht, hadden we niet voorzien. Gaan we er toch mee door? Ja, als je er maar bewust van bent. En dan leer je er weer van. Maar volgens mij is wel een beetje bij jou de rode draad. Ik heb je vaker horen zeggen, ook in interviews van had ik dan maar iets sneller gehandeld? Ja. Hoe ga je dat dan in de toekomst, dat je weet van nu is het moment om te handelen of door te gaan of te stoppen? Ja. Dat, nou, door nogmaals, omdat je bewust van te zijn. Ik doe deze manier... meneer of bedrijf zaken, werkt het ja of nee? En dat gewoon sneller tegen elkaar zeggen, dat gaat hem niet worden. Maar als je bijvoorbeeld in een bepaalde technologie gelooft, dan zeg je dat anderen het nog niet zien. Nee. Edison, bekend voorbeeld, 900 manieren hoe je het niet maakt.
En gelukkig zat hij zo in elkaar, want we hebben nu allemaal licht. Ja. Maar ja, voor elke Edison zijn er ook heel veel mensen die op een zolderkamer zitten waar we nooit van gehoord hebben. En ja. Waar iedereen zei, nou, dat is ook een spreuk van wat standvastigheid heet bij een koning, heet koppigheid bij een aap. Ja. Het is dezelfde eigenschap. En degene die succes is, was standvastig, hield goed vol. Nee, de aap, het is heel individueel. Maar het is dezelfde eigenschap. Ja. Ze hebben volgehouden, maar op een gegeven moment moet je wel kunnen zeggen, ja, nu niet meer. En soms moet je gewoon bovenaan die piste gaan staan. En gaan. Kijken welke bomen zie ik al en gaan. Ja, als er geen bomen zouden staan en iedereen skieten, daar is het niet leuk en niet interessant en daar is ook niks te halen. En daar is het heel druk. Heel druk, vertellen. Ja, klopt ook. Ja. Nou ja, zoals we net zagen, komt het dus voor dat je natuurlijk klanten hebt in het buitenland die niet betalen. Hoe kan je daarmee omgaan? Nou ja, je huiswerk doen, dat helpt altijd. Ik heb daar wel een leuk voorbeeld van, dat ik toen ik in Italië kwam de eerste keer, 89. Toen kwamen zelf kwam twee vriendjes aan en de ene verkocht bedden en de andere verkocht bruingoed, plaatsspelen. En die hadden volledige verschillende approaches hoe ze naar het land ingingen. De ene letterlijk met een typemachine in die tijd nog op zijn knietjes. Zo lage mogelijke kosten en langzaam maar bouwen. En die andere jongen, the works, weet je wel. Groot kantoor, auto, secretaresse, technisch directeur, et cetera. En die verkoopdirecteur, dus die verkocht veel. Een hele dubbele opleggers, een autotrein heet dat in het Italiaans, naar het zuiden van Italië. En die andere dacht van, ik doe wat fout. Die jongens aan het verkopen als een dolle. En wat bleek nou? Hij werd daar niet voor betaald. Dus die het zo groots aanpakte. Ja, die zo groots aanpakte. Die was allemaal op zoveel dagen betalen. En het einde van het liedje was, hij werd er ook niet voor betaald. Nou, het is heel makkelijk verkopen als je niet betaald wordt. En het einde van het liedje was dat de stekker eruit getrokken worden. Maar hij moest nog wel 6 maanden blijven om rond te reizen. En, maar wat had hij kunnen doen? Nou ja, dus dat was toen de tijd ook al. Je kon gewoon die omzet voor 2%, 3%, 1%, ik weet niet wat de percentages nu zijn. Kan je daartegen verzekeren. Dus jij verkoopt die omzet aan zo'n bedrijf als we net gezien hebben. En die zorgt dat jij dan je geld krijgt als iemand niet betaalt. En misschien niet 100%, maar... Nou, dan had hij waarschijnlijk nog bestaan. En die andere dacht van, ja, dat is mij die 3% altijd waard. Want dan slaap ik tenminste. Slaap ik inderdaad. Dus groots denken is prima, maar doe het wel verantwoord. Ja, of dat je vooruit betaald wordt. Er zijn natuurlijk meerdere wegen die naar Rome leiden. Maar verkopen zonder betaald te worden, ja, dat is makkelijk. En dodelijk. We hebben het net al gehad over ondernemen in het buitenland. Hè, of in het buitenland daar gaan werken. Maar er zijn natuurlijk veel meer manieren. Exporteren dan wel kennis halen naar Nederland. In hoeverre is Nederland een interessant land? Nou, ik denk in veel opzichten. We zijn een rijk land. Mm-hmm. We zijn klein, dus we zijn hoog opgeleid in het algemeen. Dus het is een ideaal land om nieuwe dingen te proberen. We lopen voorop in internet, dus we zijn heel goed verbonden met elkaar. Dus je kan daar kun je heel veel dingen uitproberen. Dus ik zou zeggen, als je een high technology product hebt of je hebt iets anders nieuws. Specifieke kennis. Probeer het in Nederland. Dat is allemaal te behappen. Het is gewoon één stad in Amerika, bij wijze van spreken. Goed, maar als we dan die piste nemen zonder bomen, is het daar ook wel heel erg druk. Dat klopt. Ja. Dankjewel, Dennis. Dankjewel.